Radio 6. Meike en Co. Live at Sugar Factory. NTR. Radio 6. Woensdag 5 maart, Meike & Co. Live at Sugar Factory in Amsterdam hadden we een all-female line-up. We trapten af met de Portugese fado-zangeres Cristina Branco. Die staat aan de vooravond van een hele lange tournee door Nederland. Ze heeft een prachtige nieuwe cd gemaakt, die heet Idealist. Convocando farpas, chamando o telefone, matando baratas, a fúria crescia, clamando vingança. I never thought I would become a singer. And then I wouldn't ever dreamed of performing for the first time in my life here in Amsterdam, in Holland. And of course, being here and living here, it's just part of my ultimate experience with the Dutch. So I'm enjoying, guys. I love it. Nos degraus de Laura, no quarto das danças. Meninos brincavam e Laura na sala de espera ainda a educar. Deze dame kwam vandaag aan vanuit Mali. Rokia Traoré heeft een nieuw album gemaakt, Beautiful Africa. En dat is inderdaad een ode aan het continent waar ze vandaan komt. Mokela nyawo nyama, jombene de anyeva. Weyitinya la nyawo nyama, ambena maraba. Kamunke, de anyemonka mundima. Kamundi, de anyemonka mungie. De anyemana wala nyadoma, mwekela jone dimfa. And I just wanted to sing my love for Africa and also like to remind people that there we have wars, but even where there's war, it's also someone's home and someone's hope and a place someone likes to live in. Idu suda yene suda Akamunke Dienye munga mundima Akamundi Dienye munga mungie Dienye mana waranya doma Mweke la jone dufa Akamunke Kone jone Nele wolo vanyuma la jone Akamunke Dienye munga mundima Nele wolo vanyuma. Ook de gast, de geweldige zangeres Mathilde Santing. Ze deed eigenlijk twee verschillende dingen vanavond bij ons. Ze toert door Nederland met een theatertournee die heet Duel, samen met gitarist Maarten van der Grinten. En ze presenteerde hier officieel haar nieuwe band, waarin ze jazz en pop samenbrengt. And in the night it keeps me wide awake. You cannot eat and still have your cake. And now I've had enough. Troublemaker, promise breaker, boobies a shaker. Now I've had enough. I call my friends when I am dead. Op een gegeven moment betrapte ik mezelf erop na 30 jaar dat ik me een beetje begon te vervelen. Omdat je alleen maar dingen deed van iemand anders. Nou ja, maar ook, ik was zo bezig met heel virtuoos zingen. Want een heleboel dingen die ik zing zijn verschrikkelijk moeilijk om te zingen. Zoals inspiratie of appels op de tafel spijt. Dat is niet leuk meer, hoe moeilijk dat is. En dat begon me te vervelen, het te veel mijn best doen. Dus ik ben nu helemaal turnaround. Ik doe nu dingen die makkelijk zijn om te zingen, maar die ik wel zelf geschreven heb. Enough.